Oh, ik zou echt wel heel dit schap mee naar huis willen nemen. Mijn best besteden euro tot nu toe ooit. Het zijn eigenlijk twee van die opblaasrollen en daartussen hangt dus een net. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Joyce en op mijn eigen kanaal maak ik ook regelmatig shopvlogs. En vandaag heb ik hier dus weer eentje voor jullie op het kanaal van Action. Ik ga jullie gezellig meenemen naar de winkel. Ik heb er helemaal zin in. We gaan kijken voor allerlei leuke zomerproducten, zomerartikelen om helemaal klaar te zijn voor de zomer. Ik hoop in ieder geval dat jullie zin hebben in deze video. Doe dan ook even een duimpje omhoog. En vergeet hieronder ook zeker niet even te abonneren op het kanaal van Action. En dan gaan we nu richting de winkel. Oké, jongens, we zijn er en ik zie al meteen wat leuks liggen. Namelijk deze onderbordjes, zo heten ze. Ze zijn 99 cent per stuk. En ik heb hier dus al de grote van. Maar dit is dus ook heel erg leuk om als onderzet te gebruiken voor je glas. Dus ik denk dat ik deze drie ga meenemen. En dan dus deze drie. En hier zie ik ook al allerlei leuke dingetjes voor de zomer. Allereerst deze lampjes. Die zijn 14,95. Ik zelf heb echt al superveel lampjes voor buiten. Maar deze zien er ook heel goed uit. En een elektrische barbecue, ook altijd handig. En dit soort dekentjes vind ik dus zelf ook altijd heel erg fijn. Als het zeg maar net te koud is om buiten te zitten nog 's avonds, dan is dit echt top om gewoon over een stoel te hangen en altijd buiten te hebben liggen. Ze hebben echt al zoveel leuke zomerspulletjes. Ten eerste vind ik deze kannen heel erg leuk. En hier heb je dus van die soort vaten waar je van alles in kan doen. Bijvoorbeeld water met fruit. En dan kan je hem zo hier tappen. Dus dit is ook heel erg handig als er vrienden langskomen. Schaaltjes hebben ze ervan. Deze zijn ook wel heel mooi. Oh, ik zou echt wel heel dit schap mee naar huis willen nemen. En hieronder heb je dus ook weer zo'n soort vat waar je dus veel drinken in kan doen. En dan kan je zeg maar dit ding hierin zetten. En dan heb je echt zo'n mooie kan waar iedereen drinken uit kan pakken. En ze hebben hier voor de zomer ook al allemaal leuke drankjes staan. Dit weet ik al dat ik het heel lekker vind. En dan kan je ook heel lekker drankjes mee maken. Dit is gin tonic, rum cola en mojito. En dus allemaal 0%. Ik denk dat ik gewoon van alles één blikje ga meenemen. Ik vind ze er ook echt allemaal heel erg leuk uitzien. En je hebt hier dus ook allemaal ijsjes liggen. Die hebben dus de smaken pina colada, mojito en Hugs on the Beach. En ik zie dit soort dingen de laatste tijd ook zo vaak voorbij komen. Dit zijn dus van die groentesnijders. Je kan er natuurlijk denk ik ook zelfs frietjes mee maken. Ik ben heel erg benieuwd of iemand ervaring heeft met deze. Maar deze is dus 9,99. En ik denk dat ik deze nog echt wel een keertje ga halen. Ja jongens, en dit hoort natuurlijk ook echt weer bij de zomer. Je goed insmeren. Ze hebben hier echt van alles. En ik denk dus dat ik misschien ook Aftersun ga meenemen. Ik zit even te twijfelen of ik die nog heb. Maar anders ga ik die sowieso meenemen. Dit heb ik zelf echt nog nooit gezien. Maar ze hebben hier dus ook een sportspray. Dus jongens, voor degene die veel buitensporten, ze hebben hier echt gewoon de sportspray in de factor 30 en 50. En die is 4,95. En deze 30 is 3,95. En als je ooit vaker naar mijn video's hebt gekeken of naar mijn vlogs, dan weet je misschien dat ik echt helemaal gek ben op cocktails. Ik heb natuurlijk net ook die andere blikjes meegenomen. Ik heb zelf thuis al van die gin tonic glazen. Echt heel erg mooi. En ik denk dus dat ik deze ook mee ga nemen. Ik weet alleen nog niet helemaal hoe duur ze zijn, maar deze gaan ook mee. En ik sta nu bij de rest van alle placemats. Zoals je kan zien hebben ze echt hier heel erg veel. En ik had in het begin dus deze gepakt met zo'n rand zonder franjes. Maar ik denk dat ik ze hier nu toch ga omwisselen en toch ga voor met franjes. Ik ben benieuwd welke jullie leuk vinden. Maar ik denk dat het toch deze gaan worden. Ik vind deze kussens ook zo zomers. En die zijn super groot ook. Maar dat zijn dus deze. Ja, hier moet ik me dus ook echt inhouden om dit niet allemaal te kopen. Mijn schoonzusje had het dus mee op vakantie. Het zijn eigenlijk twee van die opblaasrollen en daartussen hangt dus een net. En dan kan je zo lekker liggen. Werkt er best wel goed. Ik zit echt te twijfelen om deze nu ook mee te nemen. En dit is dus echt een zomerrij. Echt allemaal verschillende soorten barbecue spullen. Hier heb je ook marshmallows. Allemaal sausjes. Ik krijg echt meteen zin om te barbecuen. En ze hebben hier dus ook heel erg handig. Allemaal van die houten vorkjes en bakjes en bordjes en zo. En tegenwoordig zijn er natuurlijk nergens meer plastic rietjes te verkrijgen. Dus we moeten het doen met van die papieren rietjes. Maar deze vind ik helemaal niet duur. Deze zijn maar 99 cent. En er zitten, wow, zitten 100 stuks in. Dus ik denk dat deze ook meegaat. Ze zien er in ieder geval wel heel vrolijk uit. En wat natuurlijk ook nooit kan missen bij barbecuen zijn servetjes. En ik vind deze ook wel heel erg vrolijk. Of misschien deze. Ik word ook echt zo vrolijk van al die kleurtjes. Kijk dit even.
En die lichtjes die we in het begin hadden, hebben ze hier dus ook nog in andere kleurtjes. Hier hebben ze ook allerlei dingetjes voor ijsklontjes. En echt deze dingen, ik zweer hier echt bij. Ik gebruik deze al minimaal een jaar eigenlijk elke dag. Deze zijn echt top. Alleen ze waren de hele tijd niet. Dus ik ga er nu meteen een stuk of 5 meenemen, denk ik. Ik ben weer terug. Ik heb echt van alles in deze strandtas zitten. Die zal ik straks nog even wat beter laten zien. Maar die heb ik dus ook gekocht. Daar zal ik ook even alle vakjes binnenin laten zien. En ik heb nog wat dingen op de grond staan. Ik heb echt veel leuke dingen gevonden. Dus laten we gewoon meteen beginnen. Het eerste waar ik tegenaan liep waren deze onderbordjes. En ik heb deze dus al een keertje gekocht in het groot. Kijk, het zijn dus eigenlijk gewoon placemats met allemaal van die leuke franjes eraan. Ik denk dat het gewoon heel erg leuk is om dit dus op de tafel te leggen. En dat je hier gewoon je drankje op kan zetten. Of misschien, ja, nee, het is eigenlijk wel echt voor een drankje of onder een kan of zo. Maar dat zijn dus deze en deze zijn 99 cent per stuk. En over een kan gesproken, ik heb deze meegenomen. Ik heb aan jullie de kop laten zien in de winkel met allerlei van dit soort servies. Er stonden echt bakjes, bekers, van die grote. Dit is echt een karaf, maar dat zijn echt van die tapmachientjes waar je dus echt veel uit kan halen. Echt heel erg leuk allemaal. En ze hadden dus in het roze, groen en in het blauw. En ik heb dus de blauwe meegenomen. Ik denk dat het echt heel erg leuk gaat zijn voor in de zomer. En deze is trouwens 2,99. Ik zat zo erg te twijfelen over deze of de groene of de roze. Maar het is dus de blauwe geworden. En ik denk dat ik hierbij wel kan zeggen dat dit letterlijk mijn best besteden euro tot nu toe ooit was geweest. Normaal zit je altijd te hannissen dat die ijsblokjes er niet uit willen. Maar deze, ja, dit is gewoon echt de perfecte oplossing daarvoor. Hier kan je dus het water in doen. Die doe je omhoog en dan heb je ook meteen de perfecte hoeveelheid, want je giet gewoon precies erin wat er moet. Doe je hem dicht, dan zet je hem zo in de vriezer en dan haal je aan het einde, als hij dus klaar is, haal je dus de deksel eraf. En dan kan je dus de ijsklontjes hier omhoog drukken. En omdat dit dus van rubber is, dan veert dat gewoon heel makkelijk. En dan kan je ze gewoon omhoog drukken en dan komen ze perfect uit. Want normaal, dan ga ik ze altijd, zeg maar, op de keuken ga ik de ding altijd zo slaan. Zo van, oké, ze moeten loskomen. Maar bij deze heb je dat echt niet nodig. Deze zijn zo handig en dus 99 cent per stuk. En hier krijg je dus ook meteen een zomers gevoel van. Dit is eigenlijk een soort waterhangmat. Ik probeer dit ook al in de winkel uit te leggen. Maar je hebt dus eigenlijk twee van die, ja, soort luchtbanden, luchtrolbanden. En daartussen hangt een net en dan kan je gewoon lekker in het water liggen. Eva, mijn schoonzusje, had die dus ook mee op vakantie en ze heeft hem echt heel erg veel gebruikt. Ik heb hem zelf niet meer gebruikt en dan baal ik, maar hij zag er wel heel chill uit. Dus ik heb hem nog niet geprobeerd zelf, maar volgens mij is het heel erg chill om te gebruiken. En het is ook nog eens een keer klein, dus je kan het ook handig meenemen in je koffer of als je bijvoorbeeld in Nederland naar het strand gaat. Ik vind het echt een goede uitvinding. En je wordt ook heel erg bruin. Als je natuurlijk net zo'n waterlaagje op je lichaam hebt staan, maar net zo aan de bovenkant drijft, dan is dit echt top. En deze was 2,99. Het enige nadeel wat ik dus aan de zomer vind, is dat je gewoon heel goed moet insmeren. Ik ben benieuwd hoe goed jullie daarmee zijn. Maar ik moet heel eerlijk zijn, ik ben er niet altijd even goed mee geweest. De laatste tijd heb ik wel echt zoiets, oké, je moet je gewoon insmeren en gewoon ook vaak op een dag, want anders gaat het gewoon mis. Maar ik had nog genoeg zonnebrand thuis, maar die hebben ze dus ook erg veel. Alleen deze miste ik nog. Dit is dus After Sun Spray. Ik vind het altijd echt heerlijk als je een warme dag hebt gehad en dan kan je 's avonds na het douchen mooi after sun opdoen. Dus even een tipje van mij, vergeet niet op tijd zonnebrand te kopen en dat soort dingetjes. En deze after sun was trouwens 1,95. En dit geeft me dus ook zo'n zomers gevoel. Al die cocktailblikjes, of ja, ze zijn wel 0,0, dus eigenlijk zijn het mocktails. En deze zijn trouwens 69 cent en de rosé limonade is 59 cent. Ik kan echt niet wachten om dit uit te gaan proberen. En wat dus ook heel erg leuk is, ik heb er ook glazen bij gekocht. Deze glazen, ze zijn wel, ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien, maar ze zijn echt groot. Dit zijn, ze heten Blue Hawaii of zo. Blue Hawaii glazen, zoiets. En ik heb dus twee pakjes meegenomen. Het zijn 3,29 per pakje. En ik kan echt niet wachten om hier leuke drankjes mee te gaan maken. Verder zag ik nog deze van Dolf. Dit is een limited edition voor de zomer met rozenwater en aloe vera. En deze shower gel is 1,77. Ja, ik vind het echt een zomersgeurtje. Dus helemaal top. Ik hou er echt van om nieuwe geurtjes te proberen. En dan hebben we nog deze. Wat is dit? Een soort shampoo? Oh nee, het is een
conditioner, volgens mij. Nou jongens, ik ben nu alweer bijna vergeten wat ik allemaal net gekocht heb. Wat is dit ook alweer? Als het goed is, is het gewoon echt een conditioner. Deze is van Garnier. En dit is dus een nieuwe met kokosnoot. Ik hou daar echt van. En deze was €1,99. En ik vond dit er ook heel erg gaaf uitzien. Dit is dus een tapas... Ja, dit zijn allemaal tapasbordjes aan een houder. Ik ga hem even openmaken. Dan kunnen we het toch net wat beter zien. Kijk. Dingen uitpakken is nooit echt mijn sterkste kant, hè jongens. En ik vind het ook eigenlijk gewoon al mooi genoeg om gewoon op je keuken te laten staan. Dit kan echt prima gewoon mooi in het zicht staan. Het ziet er gewoon leuk uit. Dus dat zijn deze bordjes. Helemaal leuk om ook hapjes op neer te leggen. Ja, ik vind het heel erg... Wat ik verder nog tegenkwam waren deze rietjes. Ik dacht, laten we weer een pakje meenemen. Hier zitten er 100 stuks in, dus we kunnen ook nog even vooruit. Ze hadden trouwens nog heel veel andere vrolijke kleurtjes. Echt paars, geel, groen, oranje, van alles. Maar ik ben dus voor de blauw gegaan. En deze waren €0,99. Sowieso heb ik het gevoel dat ik vandaag veel blauwe dingen heb gekocht. Deze kon ik ook echt niet laten liggen. Het staat op het plaatje dat het een mason jar heet. En het is dus met een bamboe rietje. Er kan 400 ml in. Ik vond ze er echt heel erg mooi uitzien. Mij lijkt het dus ook heel erg leuk om hier gewoon een smoothie in te maken. En deze waren €1,79. En ik was gewoon nog bijna vergeten om de tas aan jullie te laten zien. Dit is dus het laatste wat ik gekocht heb. Deze strandtas. Hij is echt groot. Dit is gewoon perfect om mee te nemen. Het lijkt me ook zo leuk, hè jongens, om gewoon een keertje in Nederland naar Scheveningen of zo naar het strand te gaan. Echt, ik heb daar gewoon zoveel zin in. En dan is dit gewoon een perfecte tas om mee te nemen. Hij heeft dus een soort binnenvak die je helemaal zo strak kan trekken. Dus dan heb je gewoon een dichte tas. Hier past ook gewoon je handdoek in. Zonnebrand dus, van alles. En er zit ook een zijvakje in hier. Dus dan kan je er ook nog iets echt wat belangrijk is. Bijvoorbeeld je portemonnee. Of nou ja, portemonnee is misschien... Sommigen hebben misschien wel een grotere portemonnee. Of je telefoon kan nog net aan de zijkant. Dat is dus deze strandtas. En deze was €6,95. En dus ook weer blauw. Vandaar dat ik zeg, volgens mij heb ik echt veel blauwe dingen gekocht. Dit is dan alweer het einde van mijn shoplog. Ik ben helemaal blij met alle spullen die ik gevonden heb. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie het leukste item vonden. Laat het zeker even weten in de reacties. Ik heb ook echt helemaal zin in de zomer. Het is vandaag ook weer lekker weer. Ik ben gewoon helemaal excited. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan ook even een duimpje omhoog. En vergeet dus zeker niet om even te abonneren op het kanaal van Action hieronder. En als je ook zin hebt op mijn kanaal, zou ik heel erg leuk vinden. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei!